Goed, bij deze oefening zijn twee blokken verbonden met een veer. En die kunnen schuiven wrijvingsloos over een oppervlak. Er wordt tegen het eerste blok geduwd met een kracht F. Die kracht is zo opgebouwd dat het systeem niet start met oscilleren. En er wordt gevraagd naar de lengte van deze veer. Laten we starten met een vrij lichaamsdiagram van het geheel. Zwaartekrachten op de twee blokken. En kracht van het onderste oppervlak op die blokken zonder wrijving, dus die kracht is naar boven. Die kracht F, die aangrijpt en het geheel heeft een versnelling. Naar rechts. Dus wat zien we hier? Uit dit vrije lichaamsdiagram zullen we die versnelling kunnen halen, want die krachten heffen elkaar op en deze kracht is volledig gekend. Die versnelling is niet gevraagd, maar de kracht. De kracht die de veer uitoefent op het blok. Daarvoor zullen we hier doorsnijden en een vrij lichaamsdiagram maken met het blok apart. De zwaartekracht, de reactiekracht van de grond. Die kracht F. En nog een kracht op het eerste blok uitgeoefend door de veer. We weten van die veerkracht, wat weten we van een veerkracht? De grootte daarvan is evenredig met de uittrekking van de veer. Als we trekken aan de veer, wordt L groter en is die veerkracht positief. Als we duwen op die veer, dan is L kleiner dan L0, is dat kleiner dan L0. Is die veerkracht een negatief getal. Dus dezelfde conventie als bij staven, positief bij trek, negatief bij druk. Als we hier gaan projecteren volgens de x-as, we hebben hier natuurlijk ook dat blok. Beide blokken hebben dezelfde versnelling, dus dit blok versnelt ook met een versnelling. Projecteren volgens de y-as geeft gewoon dat f1 en g1 elkaar compenseren, dat leert ons niets. Projecteren volgens de x-as geeft ons, we zullen de x-as gaan definiëren, x naar rechts kiezen, geeft ons dat de kracht F plus de x-component van de kracht van de veer op het blok is de massa van het blok maal de versnelling, de x-component van de versnelling, dat is de grootte van de versnelling. F1vx, aangezien we het getekend hebben, hebben we het getekend als een drukkracht. Dat betekent dat de veer duwt op het blok en dat het blok terugduwt op de veer. Dus als we de veer enkel zouden vrijmaken, hebben we hier een kracht op de veer door het eerste blok en hier een kracht op de veer door het tweede blok. Dat betekent dat dat een drukkracht is, dat als we deze formule invullen, dat we een negatief getal krijgen. Hier zien we ook dat die veerkracht, de drukkracht, volgens het tegengestelde x gelegen is. Dus dat wil zeggen dat de x-component hier negatief is. Dit getal is al een negatief getal, dus wat moeten we invullen voor die veerkracht? Gewoon k keer L min L0. Waarbij dat die L min L0 negatief is en dus rekening gehouden worden met het feit dat ik hier dat negatief getekend heb. Die kracht is gekend, de veerconstante is gekend, en nul is gekend, de massa van dat eerste blok is gekend. Dus het enige dat we niet kennen is die lengte die we zoeken en die versnelling. Maar die versnelling, dat is dezelfde versnelling als we hier hadden. Dus die versnelling kunnen we hier berekenen met het vrijmaken van het geheel.
Op die manier kunnen we dus deze oefening